Dirk, kunnen we stellen dat de afgelopen weken een ware droom voor jou is geweest? Ja, nee. Toen ik 2 jaar geleden terugkwam naar Nederland, na een carrière van 10 jaar in het buitenland, had ik een ambitie en dat was kampioen worden met Feyenoord. Dat is gelukt. En dan sluit het natuurlijk ook het einde van mijn carrière. Maar het was een fantastisch slot met Feyenoord, kampioen geworden. En een fantastisch slot van mijn carrière. En ik ben heel erg blij. En het is nog steeds niet echt bevatten wat, wat ik allemaal meemaak. Het zijn allemaal fantastische dingen. Ook weer een dag als vandaag is weer een enorme verrassing. En mooi om zo gewaardeerd te worden. Ja, je gaat nu een periode in van afbouwen en hele andere dingen doen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, het voelt nu op dit moment nog als een soort vakantie. Een einde van het seizoen, kampioen geworden. En dan zit je normaal gesproken in de modus van nog even wat dingen in Nederland afhandelen en dan lekker op vakantie. En ja, in die modus zit ik nu. En misschien bevat ik nog niet helemaal dat ik gestopt ben met voetballen. Al is het natuurlijk wel gewoon voor mij al langer een weloverwogen beslissing. Maar dat zal nog wel komen. Maar ja, op dit moment overheerst gewoon enorme trotsheid. Wat ik heb mogen meemaken in mijn carrière. En wat ik al zei, de afgelopen 2 weken na het kampioenschap bleef ik nog steeds in een rollercoaster van allemaal positieve dingen. Ja, en vind het ontzettend mooi om mee te maken dat je door heel Nederland door zoveel mensen gewaardeerd wordt. Ja, het werd net al gezegd. Je hebt zelfs eigen boek nog gekregen ook. Vanaf welk moment spookte echt door je hoofd van ik ga ermee kappen? Nou ja, al iets langer, al een aantal weken voordat de competitie eindigde eigenlijk. Ik ben natuurlijk altijd een speler geweest die eigenlijk altijd gespeeld heeft. Gezegend was met het feit dat ik heel weinig geblesseerd was geweest. Maar ja, ik ben gewoon niet echt een type die houdt van minder spelen. En ik heb natuurlijk de laatste weken of de laatste maanden van mijn carrière iets minder gespeeld. Het is voor mij gewoon heel erg belangrijk om ook als speler herinnerd te blijven worden die altijd speelde en die bepaalde waarde had. Dus ja, die laatste wedstrijd met 90 minuten spelen, een hattrick maken, je 100ste goal van Feyenoord en kampioen worden. Ja, dat gaf wel aan dat dit het juiste moment is om te stoppen en zo voelde het ook. En heb je door de stress en de druk van de afgelopen weken nog een beetje wat mee kunnen krijgen van je oude liefde, Quick Boys? Ja, nee, uiteraard ben ik zeer betrokken bij Quick Boys. Mijn eigen 3 zoons spelen daar. Ik ben ook hoofd van de onderbouw daar. Ik zit in een technisch hart. En op het moment dat de club advies nodig heeft op andere vlakken, dan sta ik daar ook altijd voor klaar. Dus ik leef enorm mee. En ook in deze fase zal ik wat vaker op Quick Boys te zien zijn. En ik kijk met heel veel plezier naar de toekomst toe. En ik heb nu wat meer tijd om te kijken. En ik verwacht een hoop van, zeker van het eerste helft van Quick Boys volgend jaar. En is er nog een kans dat we jou volgend jaar in de derde divisie bij Quick Boys zien? Nee, dat lijkt me niet verstandig. Ik denk dat ik een fantastische carrière heb gehad. En ben bereid om de club te helpen waar ik kan. Maar een voetbalcarrière bij Quick Boys zit er in principe niet in. Dankjewel.